Er is onderzoek gedaan naar eigenlijk hoe Surinamers met elkaar in verbinding staan. En we hebben gezien dat de taal, Surinamtong, dat is verbindend voor ons als Surinamers, waar we ook zijn ter wereld. Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen van de vraag wie is je vader, wie is je moeder. Het is zo bekend, het is zo belangrijk dat iedereen in Suriname of elke Surinamer waar ook ter wereld deze vraag kent. En niet eens typeert als je bent nieuwsgierig of waarom wil je zoveel weten. Men weet hoe belangrijk het is om die vraag te beantwoorden. Het is zo'n belangrijke vraag, net als hoe gaat het van Wakka. De twee belangrijkste vragen die Surinamers overal ter wereld herkennen. Dat is dus ook de titel geworden van het communicatieboek dat erover is geschreven. En de benadering is ook veelal van waar kom je vandaan, waar sta je nu in het leven en hoe heeft dat impact op je huidige communicatiestijl. Goed, we kennen allerlei vormen van communicatie. Waar gaat het in dit congres over? Gaat het over alle communicatie, vanaf persoonlijke communicatie tot en met massacommunicatie? Ook persoonlijke communicatie, ook massacommunicatie, maar specifiek de onderwerpen waar we op hebben ingezoomd zijn populistische communicatie, professionele communicatie, destination marketing en natuurlijk interculturele communicatie vanwege die multiculturele samenleving van ons hier in Suriname. En dat we het heel erg belangrijk vonden om ook die invalshoek toe te lichten en meer aandacht te geven, zodat we ook precies weten hoe we interculturele communicatie kunnen inzetten in Suriname. In het persbericht dat jullie hebben doen uitgaan staat dat het het grootste communicatiecongres van het Caribisch gebied is. Betekent het dat het een internationaal karakter is, dat er ook mensen uit de andere Caribische landen meedoen aan dit congres? Nou, in het Caribisch gebied zijn wij de enige die zo'n groot congres organiseert. Meestal is het communicatiecongres gekoppeld aan een ander congres. Klantcontactcongres, customer service congres, HR-congres, gekoppeld aan een communicatiecongres. Wij zijn de enige die zeggen van nee, wij koppelen het niet aan een ander onderwerp. Het is volledig communicatie op deze dag. Je ziet het ook als je kijkt naar de deelnemers van het congres. We hebben mensen uit Turkije, uit Nederland, uit Suriname, uit Curaçao en uit Amerika.